Goedemorgen, meneer Fraai. Goedemorgen. U leidt een departement van de bank genaamd Direct Channels. Kunt u even uitleggen wat het precies inhoudt? Tuurlijk. Eerst misschien even over ING in België. ING in België positioneert zich als een universele directbank. Universeel in termen van een breed productaanbod voor een wijde groep van verschillende klantsegmenten. En direct in termen van dat aanbod wordt ook naar onze klanten gebracht via de directe kanalen, de direct channels. En waar staan die dan voor? De direct channels staan eigenlijk voor alle kanalen waardoor wij het digitale aanbod naar onze klanten brengen. Bijvoorbeeld ing.be, onze websites. Maar ook Homebank, ons online banking platform waardoor klanten thuis hun bankzaken kunnen doen. En, niet te vergeten, ons mobiele bankingkanaal, waarmee je altijd de bank op zak hebt. Oké, en hoe doen jullie dat dan? Het Direct Channels team bestaat uit een kleine groep zeer goed gekwalificeerde professionals. En eigenlijk zijn die gegroepeerd rondom één enkele missie. Ervoor zorgen dat het online aanbod naar onze klanten toe zo makkelijk mogelijk is. En dat betekent toegankelijk, makkelijk natuurlijk en heel, heel intuïtief. En we hebben dat gedaan door verschillende expertisegebieden op te bouwen. Bijvoorbeeld web intelligence, zodat we weten wat er speelt online, op het internet en in onze homebankkanalen. Maar ook online sales, zodat we het aanbod wat we te bieden hebben aan onze klanten op een zo gemakkelijk mogelijke manier ook kunnen brengen. En tenslotte, change en change delivery. Het is voor ons ontzettend belangrijk dat we ervoor kunnen zorgen dat onze directe kanalen geüpdate en geüpgrade blijven. En daarvoor moeten wij op tijd en tegen de juiste kwaliteit ook change kunnen leveren. Prima. En wat hebben jullie tot nu toe bereikt? Nou, we verkopen online. En we verkopen een heleboel online. We hebben tot nu toe ruim meer dan 1 miljoen producten verkocht aan onze klanten via onze online kanalen. Maar we zorgen er ook voor dat die kanalen altijd beschikbaar zijn. Met 99,9% beschikbaarheid van onze website bijvoorbeeld zijn we er eigenlijk altijd en plaatsen we onszelf in de top 3 van deze markt. En tenslotte hebben we natuurlijk ook nieuwe functionaliteit geleverd. Ik noemde al even mobile banking. Het mobile banking kanaal hebben we in 6 maanden gebouwd. En tot grote tevredenheid van onze klanten. Die geven ons namelijk in de app stores een 4 tot 5 star rating, wat uitstekend is. Maar ook uit ons eigen klantonderzoek blijkt dat meer dan 50% van onze klanten ons een 9 of 10 geeft op een schaal van 10 voor de mobile app. Welke veranderingen kunnen we volgens u in de komende jaren verwachten op het gebied van retailbanking? Wel, ik denk dat het Direct Channels team nog een aantal hele leuke uitdagingen op zijn weg zal vinden. Hoe zal bijvoorbeeld de volgende app voor mobile banking eruit zien? Maar er is meer. Tablets ontwikkelen zich heel snel in deze markt. Ze worden steeds meer verkocht, ook als vervanging voor PC's. Een goede banking app voor een tablet. En tenslotte denk ik dat ook online banking op de PC zelf nog wel aan ontwikkeling onderhevig zal zijn. Hoe gaat de volgende ervaring van klanten er dan uitzien voor de PC? Eén ding is zeker. In alles wat ING daarin zal ondernemen, zal de klantervaring altijd één van de belangrijkste aspecten zijn. Wat brengt de bankevolutie met zich mee op het gebied van recrutering en welke profielen zijn momenteel nodig? Het Direct Channels team is altijd op zoek naar getalenteerde mensen. En we zoeken daarbij niet noodzakelijk naar mensen met bankervaring. Wat veel belangrijker is voor ons, is mensen die snappen hoe een goede klantervaring eruit ziet. En met dat denken ook in staat zijn om hun ideeën daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.